In een verrassende wending heeft John de Bever de shownieuwssterren verbijsterd door zijn voeten te onthullen. Geschrokken merkt Guido den Aantrekker op: Ik vind die nagels wel heel ernstig hoor. De gezondheid van volkszanger John de Bever lijkt niet optimaal, aangezien hij veel pijn aan zijn voet ervaart. Tijdens opnames bij hem thuis viel het team op dat hij moeizaam door het huis liep met een sterk opgezwollen voet. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, deelde het nieuws in shownieuws: Wat is er aan de hand? Guido legt uit, hij denkt zelf dat hij zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken tijdens het voetballen. Als voetballer in hart en nieren speelt hij nog steeds elke woensdag, hoewel hij 58 is en voorzichtig moet zijn. Hij denkt dat het wel goed zal komen, maar het komt op een ongelukkig moment. Aanstaande dinsdag staan de opnames voor het jachtseizoen gepland, waarin hij echt moet vluchten. Guido merkt op, dat komt niet zo heel erg handig uit. Hij heeft ook nog wat optredens, maar hij strompelt er doorheen. Tijdens het item bij John thuis komen ook zijn voeten in beeld, waarbij zijn partner Kees waarschuwt, haal die tenen maar niet in beeld. John zelf relativeert, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is een kalknagel. Guido schrikt van het beeld, ik vind die nagels wel heel ernstig hoor. Daar moeten we nog eens een keer een onderwerpje over maken, want dat zit niet goed.